Ja, ik wist dat dit een belangrijke wedstrijd zou zijn. Je hebt nu nog, we hadden nog twee wedstrijden voordat je weer een straks grote periode hebt waarin je geen wedstrijd hebt. Nou ja, goed, ik hoef niemand te vertellen dat natuurlijk afgelopen tijd een roerige periode is geweest. Dat brengt ook voor het elftal gewoon wat extra druk met zich mee. En, ja, we hebben veel gezeten van de week, veel gepraat en ook heel erg hard getraind. En ja, we hebben ons gefocust op deze wedstrijd alsof het de belangrijkste wedstrijd van het seizoen was. En gezegd van, we gaan nu van wedstrijd tot wedstrijd leven. Promotie, kampioenschap, daar praten we voorlopig even niet meer over. Eerst gaan we als team gewoon werken, keihard knokken, elkaar helpen. En ja, goed, ik denk dat we dat vandaag zeker hebben laten zien. Is er ook werklust wat jullie deze overwinning heeft gebracht? Want ja, voetballen met name in de eerste helft was natuurlijk niet om naar huis te schrijven. Nee, klopt. Veldwerk trouwens ook niet, eerlijk gezegd, niet erg mee. Is lastig voetballen. Nou, dan denk ik dat we af en toe... Dat is glad, hè? Ja, dan denk ik dat we af en toe iets sneller opportunistischer moeten gaan voetballen. Iets sneller die bal maar diep in die 16 gooien. En zou ik dat de momenten waren waar we echt gevaarlijk uit werden. Ja, desalniettemin krijg je natuurlijk voor rust gewoon 200% kansen waar, ja, waar er minimaal één van in moet. En eigenlijk moet je gewoon met 2-0 de rust in. En dan, ja, dan is de wedstrijd al zo goed als speel natuurlijk. Ja, dat gebeurde niet. NAC kwam zelfs in het begin van die tweede helft op achterstand. Ja, dat was best wel vreemd eigenlijk. Want ik vond dat we juist de tweede helft erg goed uit de startblokken kwamen. Fel, agressief. Ja, een paar halve kantjes. Ja, en dan hebben we natuurlijk wat we wel vaker hebben gehad de laatste tijd. De eerste beste kans van hun zit er dan ook weer meteen in. Toen dacht ik van, daar gaat NAC weer. Maar wonder boven wonder, de rug werd gerecht en alsnog werd overwinning binnengesleept. Nou ja, en dat is denk ik ook misschien vandaag wel het grootste compliment voor het elftal. Dat we weerbaarheid hebben getoond na een 1-0 achterstand. En dat we daar uiteindelijk dat we dat om hebben gezet in winst. Ja, dat is, uiteindelijk is dat ook weer een stap die we als ploeg hebben gemaakt. Is dit dan misschien de ommekeer, zoals ze dat dan zo mooi noemen? Nou ja, weet je, dat kun je na zo'n wedstrijd denk ik nog niet zeggen. Ik denk dat wel dat het een hele belangrijke overwinning is. Natuurlijk, net wat we over hadden, die fase waar we nu in zitten, tellen er eigenlijk maar één ding en dat zijn die drie punten. Ja, het mooie is dat we, dat we die drie punten ook nog eens hebben gehaald als een team zijn. En dat we vandaag zijn blijven knokken en tot het eind. En dan, heb je een beetje geluk of geluk. Dus ook een kwaliteit van Jelle penalties pakken. Maar ja, goed, dat zit dan mee. En ik heb altijd wel het idee dat je dat soort dingen dan op een bepaalde manier ook zelf afdwingt.